Boksel heeft 4 voetbalverenigingen. ODC, voetbalvereniging Boksel, LSV uit Lennensheuvel en DVG uit Liemde. Heel bijzonder is dat we vandaag van alle 4 die clubs de trainers hier bij elkaar hebben in de bestuurskamer van voetbalvereniging Boksel. Zij stellen zich straks aan u voor en we gaan met hen praten over hun verwachtingen voor de komende competitie. Frank van den Berg, 49 jaar, gewoon in Boksel ook. Ik ben in 1997 begonnen als trainer, de jeugdtrainer bij de voetbalvereniging Boksel. Tot doorgaan tot hoofdtrainer, daarna 3 jaar LSV getraind, Pesseruit 2 jaar en dit is het 2e jaar bij ODC. Van de concurrent Boksel naar ODC? Ja, en LSV ook nog. Oké. 3 Bokselse clubs. Heel een bijzondere carrière is ja, dat. Ja, klopt. Ja. Harry. Harry van den Braak, 53 jaar, woonachtig in Oosterwijk. Getrouwd, we hebben 2 kinderen, een zoon en een dochter. Ik train vanaf 1997, tenminste de senioren. Ik ben begonnen bij DVG in Liemt. En daarna een aantal clubs gehad, DVG, Boksel, Helvoort, Taxandria, Oosterwijk, Beerse Boys en nu wederom Boksel. Ik ben blij dat ik terug ben, de klik is goed. We hebben een frisse start gemaakt. Keer de Koning zijn, 50 jaar. In 1986 begonnen met Boksel als jeugdtrainer. Vervolgens doorgaan naar Brabantia, LSV, Longa. En sprang Capelle weer terug naar LSV. En nu bij LSV weer opnieuw aan de gang als hoofdtrainer. Als ik dan naar klasse kijk, ja, dan hoor ik Brabantia. Ja. En naar LSV, dat is toch een hele stap terug. Of heb ik het nu verkeerd? Nee, ik vind geen ene vereniging een stap terug. Want mijn doelstelling is eigenlijk altijd doorontwikkelen. En dan kan je nooit als je bij één club voor vast blijft. Dus je moet met de clubs de ontwikkelingen blijven volgen. En dat doe je niet door bij één club te blijven. Ik ben Jan Pijnenburg, 59 jaar, geboren en getogen Liemdenaar. Ik heb 4 kinderen, getrouwd natuurlijk ook. Hè. 4 kinderen, altijd de jeugd, eerste jeugd A, B en C getraind. Toen de derde getraind, de tweede getraind. En sinds anderhalf seizoen eigenlijk het eerste. Samen met mijn maat Arthur Brands. De nieuwe competitie is gestart. Jullie hebben bekerwedstrijden achter de rug. Jullie hebben de eerste competitiewedstrijd achter de rug. Dat is niet voor iedereen even succesvol geweest, heb ik gelezen. Nee, we hebben verre van goed gebekerd. Ook verre van compleet. Dat is geen excuus. Ik denk dat zowel ODC, PSV als Oskar Teruit voor ons op dat moment een maatje te groot waren. Dus voor mij waren de resultaten ook niet verrassend. Tegen Sporting Boys, dus dan de 4e klasse, hebben we een goede wedstrijd gespeeld. Ja, ik denk dat wij in de 3e klasse staan waar we ze eigenlijk aardig kunnen meten. Alleen daar zullen we wel compleet moeten zijn en dat we zullen week in week uit moeten bewijzen. De start was goed, vond ik. Ik denk van we begonnen heel voortvarend tegen Zwaluw. We kwamen helaas na 30 minuten met 10 man te staan. En ja, de meest cruciale speler vind ik dan de keeper die je dan moet wisselen. Het houdt in, moeten we ook een andere speler uitpakken. Dus dat was niet jovel om het dan zomaar te zeggen. Dan vind ik knap dat we nadien dan ook op 1-1 komen. En, ja, ik denk dat wij de morele winnaar van die wedstrijd waren. Met 10 man hebben we onze huid duur verkocht en we waren eigenlijk wel blij met een puntje. Ja. Dus, en ODC is de enige die verder bekert. Ja, we zijn een gelukkige ronde verder gekomen. 2 wedstrijden ook al terecht gewonnen, denk ik. Tegen Oorschot een goede eerste helft gespeeld, dat het eigenlijk 4-5-0 had kunnen zijn. En dan is de tweede helft toch een stuk minder geworden. Dus helaas hebben we dan maar een gelijkspel, of 2-1 verloren. Dus de start van de competitie, Prinses Irene, 2-0 voor. 10 minuten voor het einde maken eigenlijk de 2-1 uit een vrije trap die ze boven in de kruis schieten. Uit niks eigenlijk. En toen, ja, toen hebben we zwaar 10 minuten gehad en in 93 minuten nog de 2-2 maakte helaas. Maar we hebben zelf wel de mogelijkheden gehad, de eerste helft zeker om de score wat verder uit te breiden. Maar er zijn wel weer momenten om de wedstrijd weer uit te spelen. Dat is ook weer een fase waar we mee bezig zijn om dat, ja, wat stappen in te kunnen maken eigenlijk. Nee, bij ons zeker niet. Maar ik geloof ook niet dat we ons eigenlijk al kunnen meten met de huidige competitie. En we zijn, de LSV heeft bijna elk jaar het probleem dat wanneer de trainers vertrekken, daar ook automatisch ook spelers mee gaan. Dus de doelstelling is om het komende seizoen weer te bouwen aan een club, een vereniging LSV, waarbij wat weer van standvastigheid komt en waarbij spelers wat langer bij LSV blijven spelen als voorgaande jaren. En
Nou ja, dus dat houdt in dat je weer helemaal bij de nullijn begint. En nou, automatisch moet je wachten totdat het zijn vruchten gaat werpen. Maar dat zal nog zeker niet in de eerste seizoen zijn. En vandaar dat die voorbereiding ook zo elke wedstrijd zwaar zal worden. Ja. En Jan, bij jullie? Nou, we hebben een goede voorbereiding gehad. We zijn één week eerder begonnen dan andere jaren. Speciaal omdat je nou met een heel late vakantie zit. We hebben regelmatig 20, 25 man op de training gehad. Dus we zijn 3 maal in de week begonnen. Nu trainen we weer 2 keer in de week. We hebben goede oefenwedstrijden gehad voor de beker eigenlijk. 2 gewonnen, 1 verloren. Dus we mogen helemaal niet klaar. Tot nu toe. Er zei Henry net tussen neus en lippen door. Ja, wij waren niet compleet. Want dat is bij het amateurvoetbal natuurlijk wel een probleem. Dat met name bij de bekerwedstrijden de selecties nog niet compleet zijn. Dat was het probleem, neem ik aan? Ja, dat was het probleem. Goed, als je dan een aantal belangrijke sterkhouders mist, ja, dat merk je wel in een team. En goed, het is amateurvoetbal, dus daar heb je als trainer ook mee te dealen. Dat is op zich ook niet erg. Wij zijn 3 of 4 augustus, denk ik, 5 augustus begonnen. We hebben behoorlijk wat activiteiten gehad, behoorlijk wat trainingen en wedstrijden. En ja, soms komen jongens terug, soms gaan nog jongens, dan gaan mensen nog een weekend, dan is er nog een muziekfestival. Dus het is eigenlijk elke keer, elke wedstrijd weer passen en meten. En ja, ik ben ook verre van voorstanders zoals de KNVB die bekercompetitie hanteert. We hebben dan dit jaar het geluk dat het en dichtbij was en 2 thuiswedstrijden hadden. Maar anders is het echt, ook, zeker op die dinsdagavond, is het echt jagen en jakker om te zeggen van we zijn op tijd bij Oorschot of bij PSV of waar dan ook. Dus ik hoop vanaf nu zijn we compleet en ik hoop dat we dat voorlopig even blijven. En dan kunnen we bouwen aan iets leuks. Ja. Een ander probleem is dat het begin van een nieuwe competitie vaak bij jullie ook met hele andere spelers gebeurt. Want amateurclubs trekken heel veel spelers van elkaar ook nog weg ook. En dan kom je als trainer zeg maar aan het begin van de competitie. En dan blijken er een hele hoop spelers en goede spelers vaak vertrokken te zijn. Is dat een probleem wat jullie ook tegenkomen? Bij ODC in ieder geval niet. Dus alleen de keeper is vertrokken. Die is terug naar Haaghorst gegaan, EDN. Daar komt hij eigenlijk vandaan. Dus er is een nieuwe keeper gekomen. En 1 speler is gaan studeren in Groningen, Job Nijdam. En dat is eigenlijk alles wat er vertrokken is. En er zijn er een paar A-spelers bijgekomen. Dus verder zijn daar geen veranderingen in. Maar iemand zei mij vorige week, Henry, als Henry geweten had wat hij er allemaal weg zou gaan, zou hij geen trainer meer zijn van Boksel. Nou, ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar dat is voor mij absoluut niet waar. Echte bokman. Echte bokman. Nou, nee, voor mij betreft absoluut niet waar. Ik kies daarvoor en ik heb er gewoon een goed gevoel bij. Daar heb ik na anderhalve maand trainen en wedstrijden, heb ik dat nog steeds. Dus ik denk dat we, als we de mensen die we nu aan boord hebben, als we die houden, dat we kwalitatief een goede derde klasse kunnen zijn. En ik zeg niet dat we dan meteen voor het kampioenschap kunnen en moeten gaan. Ja, moeten gaan altijd natuurlijk. Maar dat het reëel is, dat vind ik niet. Zoals ik er nu tegenaan kijk. Maar ik vind dat we gewoon kwalitatief een voldoende groep hebben om de derde klasse strijd met onze tegenstanders aan te gaan. Dus, ik ben nu natuurlijk hier. De jongens die weg zijn gegaan, ken ik ook niet. Ik denk van ja, ze hebben in Boksel 1 gespeeld, dus ik denk dat het kwalitatief goede spelers zijn. Ja goed, die zijn er niet meer, dus we zullen het met andere jongens moeten doen. En dat is ook leuk, het geeft ook andere jongens kansen om zich te ontplooien en te laten zien wat ze daadwerkelijk waard zijn. Het is alleen maar leuk om dat te zien. Kirk, jullie hebben al jaren een probleem met het aantal leden en het aantal spelers. Dat is juist. Hoe zit dat? Is dat ook doordat ze weggetrokken worden of hoe komt dat? Ja, dat heb ik al in mijn vooraankondigingen aangemeld. Dat is dus wanneer er dus nieuwe trainers komen, die kampen daar iedere keer mee. Kijk, en de LFV dat blijft toch de kleinste vereniging van Boksel. En dat probleem dat zal dan ook wel blijven. En het is nou ook niet zo dat ik daar nu hoofdtrainer ben, dat ik daar nou de verandering aan kan brengen. Maar het is wel, ja, we zijn gewoon vorig jaar zijn we er al mee begonnen. En dit jaar willen we proberen om de lijn door te zetten. En dus, het is heel moeilijk natuurlijk om mensen warm te krijgen voor 5e klasse. En dat heeft meer te maken met het feit dat LFV natuurlijk nog niet de stabiliteit heeft als mijn buurmannen. Kijk, en dan is het ook moeilijk voor een buitenstaander om daar dan in te stappen. Want waar ga je met wat voor visie ga je dan de vereniging in en hoe wil ik daar gaan voetballen? Dus het blijft gewoon heel erg moeilijk. Maar we proberen gewoon dit jaar weer, net vorig jaar, om daar weer een eerste elftal die in de 5e klas mee kan draaien. Om het seizoen weer goed af te maken. Profclubs, Jan.
trekken ook vaak heel de jonge spelers weg. Hoe staan jullie daar tegenover? Als je talent hebt om prof te worden of om betaald voetbal aan te spelen, die moet je natuurlijk niet bij de club houden. Die moet je natuurlijk wel bij de club behouden, blijven dat ze nog een keer bij DV of bij ODC of bij White op weg gaat, dat je daar toch weer behoudt, dat je terugkomt. Maar ik denk als je een goed speler hebt, dan moet je niet onthouden om niet naar een betaald voetbalclub te gaan, want dan kan je alleen maar leren. En misschien heeft hij wel de kans om profvoetbal te worden, dus die jongens gemotiveerd houden om dat blijven te doen. Is er iemand anders die daar een mening over heeft? Een andere mening over heeft misschien? Al een andere mening over. Ik vind, zeker in het verleden werden jongens op 6, 7 jaar leeftijd weggehaald. Ja, dat vind ik gewoon veel te vroeg. Laat die jongens gewoon bij de eigen club, bij de eigen club voetballen ze gewoon altijd. Want er wordt als trainer en als leider wordt daar veel meer naar gekeken. Als je naar een RKC gaat of je gaat naar Willem II of Helmond Sport of wat dan ook. Daar is het vaak gewoon dat de beste 7, 8 spelen. Ik ken uit ervaring ook van vrienden van mijn zoon die ook bij RKC hebben voetbald en bij Willem II. En andere jongens komen gewoon niet aan bod, wedstrijd in, wedstrijd uit. Die dan op een gegeven moment na 6, 7, 8 jaar investeren gewoon ook terugkomen. En dan zie ik ze in het amateurvoetbal ook. Het zijn goede voetballers natuurlijk, ze hebben een goede basistechniek, maar dan zie ik ze ook niet met kop en schouders erbovenuit steken. Dus ik denk van laat die jongens gewoon wel langer bij de eigen club rijpen. En goed, als een E-speler al eerder naar een D gaat, is prima. Een D-speler wat dat betreft misschien eerder naar een C en een F'je naar een E. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling zijn, maar als we zo jong weg te halen, vind ik absoluut niet zinvol. Je ziet ook dat steeds meer BVO's ook afhaken met haar jeugdbeleid. Men werkt samen, ze vissen allemaal uit dezelfde vijver. Dus ik van, nee, ik heb wat dat betreft niet zo'n heel erg hoge pet op van heel dat BVO gebeuren. Nou zijn jullie 4 verschillende trainers. Van trainers is bekend, die hebben ander inzicht over techniek, over tactiek, over morele steun, weet ik het wat. Kunnen jullie in een paar woorden zeggen wat voor een trainer jij bent? De trainer zelf die voor het voetbal is, zeg maar, dus van het voetbal uitgaans, vooral een eigen balbezit uit te gaan. Zelf de bal langer in bezit kunnen houden en daar het verschil willen maken, moeten maken eigenlijk. En bal de tegenpartij ergens compacte blok neerleggen en dan op juist met de druk kunnen zetten. Dat is eigenlijk het fijnste vind ik als trainer zijn. En vooral als groep een groep van maken van je team. Dat is wel enorm belangrijk, denk ik, zeker in het amateur gebeuren. Dat je met z'n allen een groep bent, je kunt heel veel ideeën hebben, maar als je het niet met elkaar doet, dan wordt het resultaat niet zo goed meestal. Je zult toch met elkaar moeten doen. Ja goed, het makkelijkste voor mij om daarop in te spelen is, ik heb 6 jaar op Beerse Boys gezeten en ik heb bij mijn afscheid een grote pul bier gehad van wat er 7 liter in kan geloof ik. En daar hebben die jongens op laten graveren als ze in 1 steekwoord eigenlijk aan mijn denken, wat ze dan denken. En dan zie je terug fanatisme, passie, drive, bezieling en dat soort dingen. Dus ik ben gewoon heel erg fanatiek. En ik hou natuurlijk ook van heel erg verzorgd voetbal. Ik weet ook dat dat niet altijd kan, maar fanatisme, denk dat er wel in 1 woord, als je iets moet noemen, denk dat wel het juiste woord is. Bij mij is het technisch gedeelte. Het verleden toen we dus vanuit het jeugdgedeelte hamerde de KVB heel vaak op het tactisch gedeelte. Maar ik vind en ik blijf erbij zeggen, als jeugdspeler opgeleid wordt, moet hij zijn eigen eens 100% bezighouden met het tactische gedeelte. Te veel zijn er trainers bij die spelers overladen met allerlei technische en looplijnen, et cetera. En ik vind als je het spel simpel houdt, moet je eerst beginnen om het tactische, het uitvoering daarvan te doen. Dus mij ligt voornamelijk bij het tactische gedeelte en opleiden en enthousiasme. Maar de relatie met de spelers, samen een biertje drinken, die jongens ook in hun andere carrière volgen, of ze op school goed doen of hun werk goed doen? Nou, als trainer dan voel je je af en toe ook wel zo maatschappelijk werken, maar dan bedoel ik dus puur op het algemene besef van de speler zelf, hoe dat die ontwikkelt. Maar natuurlijk het maatschappelijk gedeelte van zijn werk en studeren is voor een trainer eigenlijk heel erg belangrijk, want als je de mensen achter de speler niet vindt en daar ook, zeg maar ook geen tijd en energie in steekt, dan heb je hem natuurlijk als voetballer heb je hem ook niet. Dus je bent als trainer ben je altijd, is het gewoon belangrijk om je eigen daar wel mee bezig te houden. Ja. Okay. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is als trainer. Je ziet de tekortkomingen, of die ken je eigenlijk al. Maar vanaf de wedstrijd die je gespeeld hebt, zondags ga je kijken van god, dat ging goed of dat ging goed. En dan probeer je 1 keer in de week op te trainen. Tenminste, dat doen wij dinsdags. En donderdags kijken we naar de volgende tegenstander, als we daar iets van weten. Dan probeer je daar tactisch of technisch al de grondbeginselen te leggen naar de volgende wedstrijd toe. Maar als trainer denk ik dat het heel belangrijk is, tenminste zo ervaar ik dat of zo ervaren wij dat,
heel belangrijk is dat je in de groep staat. Ooit moet je erboven staan natuurlijk. Maar als je in de groep staat, is heel belangrijk. En tussen de jongens in. Je moet het niet altijd over voetbal hebben. Je moet het eens een keer over het meisje hebben. Of je moet het eens een keer over zondags hebben. Of je moet het eens een keer over school. En daar heb jij allemaal verstand van. Nou, dat probeer ik. Ik probeer wat ik hoor of wat ik weet. Ik vind het wel belangrijk. Als je problemen hebt thuis, of weet ik, is het toch al heel belangrijk. Ja, okay. Je hebt er 20 en je hebt 20 verschillende. Dus je moet allemaal 20 man anders benaderen als van een 11 of van een 10 proberen te maken. Dat is het belangrijkste. 3 van de 4 clubs hebben volgend jaar kunstgras. Niet op het hoofdveld, maar op de trainingsvelden. Wat heeft dat nou voor invloed op jullie spel dadelijk? Ja, wij trainen wel op kunstgras en we voetballen zelf nog op gras tot nu toe. Dus het is heel anders op kunstgras. De bal gaat veel sneller en zo. Het schiet allemaal wat meer door. Dus de afgelopen keer tegen Oorschot, als het heet is, dan heb je er ook wel best veel last van. De enorm veel hitte van de kunstgras af. Dus dat is wel een nadeel eigenlijk. We zijn bij PSV geweest, daar sproeien ze het kunstgras, dus dat is wel, dan wel ideaal. Maar wij trainen, als wij donderdags of zondags op gras moeten voetballen, dan trainen wij op het zijveld en trainen we weer op gras. Dus dan toch wel heel anders is het, een stuk trager, het veld is wat trager, wordt afgerend. En we meer gevoel hebben met het lopen ook, zeg maar, de balans op dat veld is toch iets anders als op kunstgras. Ja, maar ook slidings en acties zijn gewoon anders, hè? Slidings proberen wij te voorkomen, hè? Dat is het laatste redmiddel. Hoezo? Ja, dan ben je net iets te laat. Als je slijm niet maakt, ben je eigenlijk net iets te laat. Dus je moet proberen om daar moet jullie zo vaak. Ja, juist. Daar moet de kunstgras wel komen. Dat is hier het laatste redmiddel. Ja. Vandaar PSV. Het voordeel is natuurlijk wel dat je op de kunstgras bijna altijd kunt trainen, behalve als er sneeuw op ligt. Dus dat is wel een voordeel. Ja. Maar echt gras heeft natuurlijk ook wel iets. Ja. Maar jullie gaan volgend jaar trainen op kunstgras? Ja, dat begreep ik. Ik ben ook zelf een voorstander van gewoon een goede, gewone grasmat, natuurgras. Ik heb het laatste 6 jaar ook 1 keer in de week trainen bij kunstgras. Wat Frank ook al aangaf, dat is het grote voordeel, je kunt altijd trainen. Voor oefenvorm is het echt perfect, want dan hoef je niet te zeggen met paar strapvorm van hij stuit op, want dat ligt gewoon aan jezelf. Dus wat dat betreft is het echt perfect, je kunt altijd aan de gang. Maar ik vraag me heel sterk af, en het gaat steeds meer vormen aannemen, de blessures op kunstgras, die komen er gewoon sneller. Dus ik vraag me nou af, als jongens vanaf 6 jaar nu en die gaan straks dus 3 keer in de week op kunstgras en trainen en voetballen. Ik denk dat er eerder slijtage komt aan de gewrichten. Maar dat is gevoelsmatig. Ik zie het ook wel, het is anders. Het is iets fijns voor omdat je altijd kunt trainen. Maar mijn voorkeur blijft uitgaan naar een goed natuurgrasveld. En DVG dacht, wij mogen niet achterblijven. Dus die trekken de gemeente aan de broek. Wij willen ook kunstgras. Natuurlijk, elke vereniging die moet daar naartoe in de toekomst. Als ik denk dat je over 10 jaar gaat kijken, dat overal of op heel veel plaatsen kunstgras zal liggen. Dus, maar het is niet zeker dat het ons het hoofdveld kunstgras wordt. Hè. Dat wordt nog bekeken door het bestuur en dan gaan te overleggen wat het best is. Maar het is wel heel belangrijk natuurlijk dat je als club zijnde, dat je meegaat in de tijd. De training, zoals Henrik zegt, je kunt altijd trainen. Of dat nou regen is. En bij ons is het ook niet altijd droog. Dat is bij Boksel niet natuurlijk. En dan heb je wel eens een probleem. Maar Kerk, een bestuurslid van jullie zei tegen mij van de week, wij zijn de laatste der Mohikanen. Nou, daar sluit ik me helemaal aan vast. Want het is eigenlijk zo, we hebben natuurlijk ook niet zo'n hoge ledenbestand. En de gemeenten denken vaak van, we gaan kunstgras geven, dan zijn we overal aan onderhoud zijn we af. Maar net wat Frank zegt, als je dus op een gegeven moment eigenlijk kunstgras hebt, dan moet je eigenlijk ook met wedstrijden van tevoren moet je dat besproeien. Nou, heel vaak doen ze dat niet uit kostenplaatje natuurlijk. En dat wij dan bij LFV dan gewoon op een gegeven moment nog steeds gras hebben, dat is de belasting van de velden. We hebben ook niet zoveel aantal leden, dus wij hoeven ook geen kunstgras te hebben. En ik hoop ook dat die bestuurslid dat ook wel aan vasthoudt, dat het ook gewoon gras blijft. Dus geen verzoek naar de gemeente? Geen verzoek naar de gemeente, althans voor mij niet. Oké. Okay. Het is natuurlijk vooral voor grote verenigingen heel erg een pre. Ik denk van als alle jeugd gewoon kunstgras kan trainen, je andere velden blijven maar gewoon een stuk beter. En dat merk je wel gewoon, tenminste heb ik de laatste 6 jaar daar ook bij Beersboys ook wel gemerkt. Dat is gewoon wel erg fijn, die velden worden gewoon veel minder belast en dat is gewoon ideaal. Dus, ja. En als je dan nog gaat kijken, de handelsnelheid, het moet veel sneller zijn op kunstgras. Dus als je dat mee kunt nemen zondags naar het gewone gras, dat is toch weer een voordeel natuurlijk. Ja. Frank en Henry,
We hebben jullie allebei heel uitgebreid opgenomen bij de bekerwedstrijd. Dan zien we toch twee verschillende trainers. Maar hoe denk je dat je over? Mijn bedoeling is eigenlijk om vooral rustig op de bank te zitten. En veel contact hebben met de spelers die langs mij zitten. Om zodoende meer bagage mee te geven als ze straks het veld komen. Of iets te leren zoals wij als trainers zeg maar, de wedstrijd ervaren. Zoals we denken dat ze gespeeld zouden moeten worden. Dus probeer altijd veel contact te hebben met de mensen langs mij. En probeer eigenlijk de spelers in het veld zelfs zijn wedstrijd te laten doen. Zullen we af en toe wel eens aan moeten roepen of moeten coachen. Maar probeer vooral de wedstrijd vooral bij de spelers eigenlijk te laten. En dan veel met de mensen langs mij te praten. Maar ben je ook niet een beetje fel? Ja, dat zal. Sta je nu mee en dan een keer op? Zal wel eens kunnen gebeuren. Een keer schreeuwen? Maar dat is een stuk minder geworden al. Is dat de leeftijd? Ja, dat denk ik wel, ja. En de ervaring misschien. Ja. Mijn ervaring zelf is om te blijven zitten. Dan kan ik veel beter blijven focussen op de wedstrijd. Als ik ga staan, dan hoor ik alles en iedereen om me heen. En is niet beter, zeg maar. Ik kan beter om de wedstrijd te kijken. Hoe is dat bij jou nou? Ja, volgens mij heb ik die bewuste wedstrijd heb ik me eigenlijk redelijk rustig gehouden. Normaal gesproken ben ik behoorlijk fel, fanatiek en enthousiast. En wil ik ook best wel regelmatig opstaan, zeker als we dingen uit hebben gelegd. En ze voeren dingen dan niet uit. Dat dingen fout gaan, dat is niet erg, want er gebeurt elke wedstrijd. Wij sturen als trainers de jongens het veld op en dan ben je in principe redelijk machteloos, want zij zullen het dan ten uitvoer moeten brengen. Maar goed, ik was toen volgens mij redelijk rustig. Ik weet niet of afgelopen zondag ook iemand is geweest, want toen hoorde ik naar de rand al van, andere beelden. Denk van, het ging behoorlijk tekeer. En ja, zo zit ik wel in elkaar. Ik gaf straks al aan fanatiek en probeerde dan gewoon die drive die ik heb, het fanatisme wat erin zit, probeer ik dan wel over te brengen. Zeker als het gevoel is dat we denken van, dat we nog iets kunnen behalen. Wat is nou jullie doel? Ik vraag het eerst aan onze vijfde klas. Oké, nou deze vijfde klas trainer die heeft voor twee seizoenen getekend bij LSV. Waar ik al heb aangegeven dat de technische opleiding dat bij mij centraal staat. Dus ik ben meer bezig met cursussen aan het volgen. Niet altijd gericht vanuit de KNVB. Maar eigenlijk altijd om bij te blijven wat er zich allemaal afspeelt. Maar daar moeten we ook niet al te spannend over doen. Want vaak... is het allemaal dezelfde oefenstof, maar dan weer door een andere docent uitgelegd. Maar ik vind, als ik mijn eigen daar op dit moment bij LFV mee bezighoud, dan is het toch wel eigenlijk de aantal spelers die we iedere seizoen, maar ook iedere weekend moeten hebben om een wedstrijd te spelen. Dus we moeten gewoon rustig aan doen. Ja, wat is mijn toekomstbeeld? Kijk dat elk jaar in november, december komen die gesprekken natuurlijk bij ons. Als je tekent maar voor één jaar, want je weet nooit hoe het loopt. Als het niet lekker loopt dat jaar, of de klik is er niet meer, of noem maar op dergelijks, dan kun je toch niet verder. Want dan gaat het toch, dan zie je de resultaten. Dus dan komen die gesprekken weer. En als het lekker loopt, misschien al een jaar langer, of misschien twee jaar lang, maar toekomst brengt. En dan, als we nu bij DVG verder gaan, ja, dan moet je even kijken of dat een andere club komt. Of dat ik naar een andere club op zoek ga. Maar misschien in 59 jaar weet ik nog niet of dat ik dat. Maar van mijn vrouw maak ik nog rust. Dus, Nee. Henry, heb jij een meerjarencontract? Nee, ik verbaas me ook van, ik heb er 2 jaar getekend. Ik vind het als club en ook als trainer niet slim om voor 2 jaar te tekenen. We zijn op amateurbasis bezig. Ik denk van, het kan zomaar zijn dat de klik er niet is. En dat je dan vanaf oktober of november denkt van, dan is het toch nog 1,5 jaar. Dus ik heb altijd overal waar ik getraind heb, altijd voor 1 jaar getekend. Ik ben ook wel een aantal keer benaderd en van, teken we 2 jaar? Ik zeg nee, ik teken altijd voor 1 jaar. Dat zal ik ook altijd blijven doen. Ontwikkelen, ja goed, vorig jaar zat ik met het bekende fenomeen. Ik had een dispensatiejaar, want ik had oefenmeester 2, dus ik mocht bij Beerse Boys dat jaar afmaken, maar niet langer blijven. Of ik moest mijn eigen gaan bekwamen, dat hield in oefenmeester 1 gaan behalen. Nou ja goed, dat kostte me A, te veel geld en B, te veel vrije dagen, dus heb ik bewust gekozen om dat niet te doen. Heb ik geen spijt van, dus ik ga mijn eigen voetbalgebied ook niet meer ontwikkelen. Mijn vrouw vindt het ook hartstikke fijn dat ik dinsdags en donderdags en zondags langs de lijn sta. Die vindt het ook leuk om te komen kijken, maar die heeft dinsdags en donderdags s'avonds ook gewoon ideaal dat ik dan weg ben. En ik vind het gewoon nog hartstikke leuk om op het veld te staan en met die jongens dingen te doen. Dus wat mij betreft blijf ik nog even aan de gang. En ik hoop voor een aantal jaren op een bok, want goed, in principe teken je niet voor 1 jaar. Maar ja goed, daar weet je nooit hoe dat gaat lopen, dus we laten ons verrassen. Wel een lieve vrouw, hoor ik. Heel goede vrouw. Ja, ja. Oké. Frank, hoe zit het met jou? Ik heb ook altijd een 1 jaar contract. Ik ben daar zelf ook wel een voorstander van. Het kan een jaar tijd kan er best zoveel veranderen. Misschien de keuze van de club of van de trainer is beter om uit elkaar te gaan. Dus ik heb bij Odyssey ook nog 1 jaar contract. Dus dat probeer ik zo goed mogelijk, de maximale eigenlijk uit de groep te halen.
En dan kijken we hoe dat er in december voor staat. Maar nu wel het maximale uit de groep ODC te halen. Maar je zit nu in de tweede klas met ODC. Jij als trainer, heb jij de ambitie om naar een eerste klas te gaan of nog verder te gaan? Het gevolg is ook als je naar een eerste klas toe zou gaan, zelfs met Hendrik zegt, ik heb ook oefenmeester 2, zou je oefenmeester 1 moeten gaan halen. En dan gaat ook best wel wat tijd in zitten om zijn diploma weer te halen. Wat is dat? Hoe lang is zo'n opleiding? Ja, dat zal maar 8 zijn, denk ik. Zo. Ja, dat maar is wel heel veel, ja, bijna de hele week ben je dan mee bezig. Ja, je moet in eerste instantie ook nog maar toegelaten worden, hè? Want het is een beperkt aantal mensen die erop mogen komen. En het zijn heel veel ex-BVO'ers vaak die daar op, die voorrang krijgen. Dus het is ook niet zomaar gezegd dat je erop komt. Nee, nee. Dus, okay. Mijn laatste vraag. Wat gaat jouw club dit jaar doen? Eerste plaats, tweede plaats, derde plaats, onderaan? Zeg het maar. Nou, we hebben een jonge groep, een hele ambitieuze groep. Ze willen allemaal, we hebben 16, 17, misschien wel 18 man voor één. Gemiddeld, zoals dat ik net al zei. 22 jaar, andere klas, 26 wedstrijden, 4 wedstrijden meer als vorig jaar. Ik denk zeker dat wij bovenin gaan eindigen, daar ben ik van overtuigd, want anders valt het me heel zwaar tegen en we gaan een periode pakken. Zo! Ja. Wat gaan we doen? Dat is nog wel gedurfd voor een trainer, hè? Want daar kun je op afgerekend worden. Ja, maar als je weet wat voor materiaal je hebt, dan moet je die lat toch wat hoger liggen, want jongens, daar werken we naartoe. Want als je zegt, ja, we zullen het wel halen of we blijven er wel in. Je moet al een bepaalde conclusies trekken vanuit hetgeen wat je hebt en dan zeggen van, daar gaan we voor. Nou, ik ben benieuwd of de antwoord ook zo duidelijk durven te zijn. Kirk, want jij moet omhoog. Ik moet omhoog, maar nee, bij LV moet niks. We hebben voor aanvang van het seizoen aangegeven enthousiaste voetballers. Dat was de verzoek, die moesten er eigenlijk aanmelden bij LV. Nou, dus wij moeten niks, dus we zijn alleen maar bezig om de boel bij LV weer voor de lange termijn op te bouwen. Kijk, En dan kun je ook nog niet echt de vaste doelstellingen gaan nastreven. Wat de buurmannen hebben, waar het veel stabieler is. En dus wij hebben absoluut geen vaste doelstelling. Maar wat verwacht je dan met het materiaal wat je nu hebt? Nou, dat die jongens in ieder geval het leuk gaan vinden bij LSV. Dat ze dus op een gegeven moment volgend jaar weer zeggen, Kirk, volgend jaar gaan we weer met jou verder. En niet met mij, maar dan met LSV. Om iedere jaar weer nieuwe spelers bij LV te krijgen. Kijk. Middenboot? Middenboot, ja, nee, Fons, ik weet het echt niet. We draaien gewoon mee. En vorig jaar was hetzelfde probleem. En nogmaals, het gaat er alleen over uit dat je LV weer mensen naar zich toe gaat trekken. En dat kan alleen maar door eerst enthousiaste uitstraling als vereniging te krijgen. En dan komt de rest vanzelf wel. Nou, Bok zal ODC eens een keer weer moeten gaan halen. Zou mooi zijn, maar goed, ik denk dat we reëel moeten zijn. De competitie die heel erg aan elkaar gewaagd is, denk van de Dungen tot Empelina en van Simien Schestel tot aan RKJVV. Dus we kunnen van heel veel ploegen winnen, maar ook van heel veel ploegen verliezen. Ik zou tevreden zijn als we, zoals ze dan mooi zeggen, in het linkerrijtje zouden komen. En ik ben er ook van overtuigd dat wij niet kampioenskandidaat nummer 1 en ook niet nummer 2 zullen zijn. En waarom niet? Omdat andere ploegen meer kwaliteit hebben. Ja, dat weet ik wel. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is duidelijk. Nou, dan gaat ODC nog een klas uitlopen. Die gaan naar de eerste klas. Ja, die gaan naar de eerste klas. Ja, uitdaging is niet wel wat. Ja? Vertel het eens, Frank. Vorig jaar hebben we goede resultaten geboekt natuurlijk in de eerste keer, in de tweede klasse. De klasse op dit moment is denk ik wel sterker geworden als vorig jaar. Maar ja, wij hebben zelf ook dezelfde groep gehouden. Dus er zijn heel veel veranderingen. Dus ik denk dat wij gewoon bij de eerste 5 moeten eindigen en een periode moeten pakken. En dat zie je ook zitten? Daar heb ik wel vertrouwen in, ja. Oké. Okay. Dan moeten we z'n allen volgas voor gaan, heel ODC. Ja. Dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken. Jullie heel veel succes wensen. Dankjewel. En als jullie voorspelling niet uitkomt, dan komen we erop terug. Dat is beloofd. Dankjewel. Dankjewel.